Goedemorgen allemaal. Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Doe zeker even een blauw duimpje omhoog. Even onder, zeker niet abonneren. Vandaag neem ik jullie weer een dagje mee in mijn leven. Vandaag is maandag, nog 2 weken werken. En dan heb ik echt vakantie. Dus ik heb er echt weer helemaal zin in. Ik geef mijn haartjes doen, omkleden. Ik heb best wel een zware nacht gehad. Ik heb buikpijn, maagpijn. Ik denk dat mijn lichaam toch wat moeite heeft met het eten. Maar daar laten we de dag voor niet verpesten. We gaan het best terug over maken. Let's go! Het is wel super warm. Ik ga nu naar beneden voor mijn medicijnen en zo. En dan, ja, dat is het plan. Oké, mijn kanaal is echt vrolijk. Hoi. Hoi allemaal. Ik ga nu lekker naar mijn werk. En dan zie ik jullie daarna denk ik weer. Ik heb vanmorgen niet gegeten omdat mijn maag even niet aan kan. Ik heb heel veel last. Dus ja, dat is helemaal niet fijn. Ik heb even mijn horloge eindelijk weer een keertje om. Dat is ook echt heel erg fijn. Dus ja, dat eigenlijk. En ik ga vanmiddag lekker sporten. Mogelijk om weer honger te krijgen. Dus dat is het plan. Hey allemaal, ik ben nu weer thuis. En ik ga nu even een snackje maken. En dat is gewoon lekker even een ijskoffie. Want dat had ik nog van Starbucks. Dus ik dacht, hey, dat gaan we nu gewoon lekker even wat drinken. Dus dat is het plan. En ik neem jullie dus gewoon vandaag mee naar de sportschool. Dus dat vind ik wel echt heel erg leuk. Dus dat is helemaal toppie. Dus dat is het plan. Ik ga lekker genieten van deze ijskoffie. Hij is echt amazing. Hartstikke lekker. Dus eigenlijk heb ik alsnog mijn Starbucks koffietje. Maar wat ik nu ga doen is. Ik ga lekker even chillen met een filmpje op. En dat is het plan. Voor nu. Oké, ik ben net even naar de wc geweest. Ik ga even mijn haartjes doen. En even een sportoutfitje uitkiezen om aan te doen. Dus dat is het plan. Ik heb niet laten zien wat ik vandaag eet. Aangezien vandaag. Wacht, ik ga zo goed met jullie praten. Maar voor nu ga ik even mijn sportoutfitje aantrekken. Hoi. Ik heb lekker even mijn sportoutfitje aangedaan. Want ik ga dadelijk sporten. Ik heb er echt heel veel zin in. Ik laat vandaag niet zien wat ik eet. Aangezien ik niet heel lekker in mijn vel zit. Dus ja, dan weten jullie dat. Ik ga mijn sportoutfitje altijd even aan jullie laten zien. En ik heb echt heel veel zin om te gaan sporten. Ik probeer jullie zo ver mogelijk mee te nemen. Wat natuurlijk lukt. Dus dat is het plan. En ik had vandaag even de huisarts gebeld. En die hebben me teruggebeld. Dat ik een foto moet laten maken. Een CT-scan of een MRI. Voor mijn buik kijken of ik heel erg verstopt zit. Dus dat is het plan. Ik ga nu even laten zien wat ik aan heb. Dit heb ik aan. Dit is lekker mijn sportoutfitje. Oh, dat plakte. Nou, dit heb ik dus aan. Dit is van de Prima Rood en dit is van Prima Rood. En dit is mijn protein. En ik ga zo meteen en lekker sporten. Ik ben er helemaal klaar voor. Dus dat is helemaal toppie. Oké, hoi. Ik moet dus morgen even naar het ziekenhuis voor een foto van mijn buik. Dus ik zal zeg maar eerder klaar zijn met werken. Dat ik 2:30 weg moet, zeg maar om 2:30 omkleden en mijn fiets pakken en weg. Dat is het plan. Ja, verder weet ik het niet hoe het gaat lopen. We zien het allemaal wel. Maar ik blijf er gewoon lekker positief in staan. Ik ga namelijk even wat dingetjes halen voor morgen voor de lunch. Dus ja, dat is het plan. Morgen ga ik heel veel fietsen. Dat weet ik wel. Dus dan hoop ik morgen in ieder geval niet naar de sportschool. Misschien wel, maar misschien ook niet. Dus dat is het plan. Hey mensen, ik ben bij de sportschool en ik ga nu naar binnen. Ik ben echt al een week niet geweest. En ik heb toen maar 1 keer in de week gesport. Maar nu ga ik 4 dagen sporten in de week, dus dat is wel leuk. Dus dat is de plan. Maar nu ga ik lekker naar binnen en dan ga ik lekker beginnen. En ik ben weer heel erg misselijk.
net lekker even gesport. Ik zal thuis even vertellen hoe het is gegaan. Ik ga nu lekker naar huis fietsen. Helemaal vol. Hoi allemaal, ik ben weer terug van de sporten. Ik heb echt even lekker 50 minuutjes gesport. Toen ik echt heel veel buik ben en toen ben ik er gewoon mee gestopt. En ik had ervoor ook wat gegeten. En ik weet, als ik iets eet, dan krijg ik buikpijn. Het gaat gewoon niet goed met mijn lijf. Dus dat is gewoon mega vervelend. Ik ga morgen denk ik even weer naar de diëtist zorgen dat het gewoon echt niet lekker gaat met vast voedsel. En dan heb ik liever dat ik af en toe een dag vrij ga dat ik iets vast voedsel kan eten. Of als ik op vakantie ga, dat ik tot nu toe gewoon even mijn buik rust geef. Maar wat ik nu ga doen is, ik ga een proteïne shake drinken aangezien ik gesport heb. En heel veel calorieën heb verbrand. Is het wel belangrijk. En het is gewoon lekker. Deze is het van de Barbels. Vind ik echt super lekker. Normaal maak ik ijskoffie bij. Maar nu heb ik gewoon zin om lekker zo op te drinken. Dus dat gaan we lekker even doen. Dit is super lekker. Dus dat ga ik lekker even opdrinken. En ik ben trouwens met een meisje op Insta aan DM'en die dezelfde ziekte als mij heeft. En dus dat vind ik wel fijn, zeg maar, dat je het gewoon met iemand erover kan hebben. Maar ik heb er gewoon nu op dit moment heel veel last van en dat is gewoon niet fijn. Ik zal misschien nog een keer een uitgebreide video over gastroparese vertellen. Het is gewoon echt kut, want het kan gewoon heel je week beïnvloeden. Je voelt je gewoon niet lekker erdoor in je vel. En het is gewoon heel vervelend en je hebt gewoon heel vaak verstoppingen als je vast voedsel eet. Dus dat is helemaal niet fijn. Maar nu ga ik lekker even in bed zitten. Aangezien ik best wel veel last van mijn darmpjes heb, ga ik lekker even op bed liggen. Met deze lekkere milkshake. Hoi allemaal, het is nu 10:10 en ik heb dus even 5 minuutjes heel goed gesport. Het was wel even wennen, maar ik vond het al heel erg leuk om weer in de sportschool te zijn. Alleen na 50 minuutjes ben ik gestopt omdat ik mijn hoofdpijn werd heel veel erger en de buikpijn werd erg. Dus toen ben ik gewoon gestopt en ik dacht mijn lichaam is gestopt, dus dan gaan we gewoon stoppen. De volgende keer weer beter. Maar ik heb wel echt lekker even cardio gedaan, mijn benen lekker getraind. Dus daar was ik zeg maar wel gewoon super, gewoon zeg maar heel erg trots op dat ik kon stoppen. Dus dat heb ik ook gedaan. Verder heb ik mijn diëtist nog even gemaild. Omdat het eten niet helemaal lekker gaat. Ik ervaar heel veel buikpijn. Dus dat is echt gewoon hartstikke kut. En ik denk dat ook deels door mijn verstopping komt. Dus ik hoop dat het snel voorbij is. Maar ik dacht, ik ga toch nog even om advies vragen. Dus dat heb ik gedaan. En nog iets, ik heb echt heel veel pijn. Dat is echt gewoon niet grappig. Dus die heb ik gewoon even gemaild voor advies wat ik moet doen. En weet ik het allemaal ook in verband voor stoppingen. Ik merk echt dat ik het vlog gewoon super leuk vind. Dus ik ga morgen gewoon weer lekker een vlogje opnemen. Dus dat is het plan. Wat ik morgen ga doen is, ik moet even naar het ziekenhuis om een foto te maken van mijn buik. En naar de dagbesteding. En zelfs komt mijn tante. En ik ga heel veel fietsen, dus ik ga me niet aandoen om nog eens naar de sportschool te gaan. Nee. Dat gaan we niet doen. Maar ik voel me nu wel echt om een plekje daar in de sportschool. Dus dat is heel erg fijn. En ja, ik ga ook gewoon wat meer etensvideo maken. Dus dat is ook het plan. Ja. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Doe dan zeker even een blauw duimpje omhoog. En vergeet hieronder zeker niet te abonneren. En dan zie ik jullie gewoon weer bij de volgende video. Doei doeg!